Al Hadewigs teksten gaan over één enkel onderwerp, de minne. Haar werk staat in de traditie van de liefdesmystiek. Dat is een nieuwe vorm van spiritualiteit die in de 12e eeuw opkwam in kloosters in Noord-Frankrijk. Twee bevriende monniken, Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, vonden dat bidden beter werkt als je het beschouwt als een intiem gesprek tussen twee geliefden. Voor die visie vonden ze inspiratie in het Hooglied. Het Hooglied is een Bijbelboek uit het Oude Testament. Een poëtische liefdesdialoog, waarin een dolverliefde bruid haar liefde uitzingt voor haar bruidegom in spe. Kus mij met de kussen van je mond, want jouw liefkozingen zijn zoeter dan wijn. Jouw zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum. Zo opent het Hooglied. En met deze woorden kon je je bij het bidden dus innerlijk richten tot God. God die is als de bruidegom die diep in je binnenste op je wacht. Hoewel uit het werk van Hadewig blijkt dat ze zeker teksten van Willem en Bernardus heeft gelezen, bevatten haar teksten toch eerder weinig Hoogliedcitaten. Ik al die en de doe al mi. Ik ben helemaal van jou en jij helemaal van mij. Dat is een Hoogliedvers dat Hadewig vaker gebruikt. Maar Hadewig verwijst in haar teksten zeker evenveel naar andere Bijbelboeken. Bijvoorbeeld naar het boek Job, genoemd naar de man die zo sterk door God op de proef wordt gesteld dat hij uitroept: "Mij gruwelt dat ik leven, het gruwt me dat ik leef." En ook dit is een zin die Hadewig vaak citeert. Maar voor Hadewig zijn niet alleen de Bijbel en andere religieuze teksten van belang. Ze is ook sterk beïnvloed door de wereldlijke hoofse literatuur. En door het ideaal van de fin amors. De liefde die veredelt. De liefde die een beter mens van je maakt. In de hoofse literatuur is de centrale figuur een ridder die op kweesten vertrekt in dienst van de dame van wie hij houdt, zonder te weten of zij zijn liefde ooit echt zal beantwoorden. En Hadewig heeft dit hoofse model vertaald naar een spirituele context. De ziel is dan als de verliefde ridder en God is als de hoofse dame, minne genaamd. En minne stelt haar minnaar op de proef met een uitdagende kweeste. Worden zoals zij. Die innerlijke zoektocht van de mens naar minne, naar de liefde, dat is dus het centrale thema in Hadewigs teksten. Omdat over religie tot dan toe alleen in het Latijn geschreven werd, heeft Hadewig voor die mystieke kweeste een taal moeten ontwikkelen. Het waanzinnige verlangen van de ziel naar minne, dat noemt zij orewoed. Het genot van het samen zijn met de goddelijke geliefde heet gebruiken. En wanneer de ziel haar goddelijke lief ver weg weet, dan heet dat gebreken. Zolang de mens op aarde leeft en in de tijd, wisselen gebreken en gebruiken, pijn en vreugde, nachten en dagen elkaar noodzakelijkerwijs af. Maar wie voldoende spiritueel ontwikkeld is, die weet dat die tegenstellingen slechts een illusie zijn. En dat achter die tegenstellingen altijd de eeuwige liefde schuilgaat, de minne, die alle opposities overstijgt. Zich met die eeuwige ware minne verbinden, wel dat geeft ware vreugde. Of het nu winter is of zomer, nacht of dag.
En zo klinkt het ook in de openingsverse van lied 45, het slotlied uit Hadewigs liederenbundel. Ai, in welken zo verbaart die tiet, en als in al de wereld wiet dat mij geven mag deliet, dan Verus Amor. Ai, welk jaargetij er ook gedijt, er is niets in de wereld wijd dat mij meer vreugde geeft dan ware minne. Wie zich met die ware minne weet te verbinden, die kan rustig sterven, in de zekerheid dat zijn ziel voorgoed in God, die eeuwige liefde is, zal worden opgenomen. En met die gedachte sluit het 45e lied dan ook af. Hai, waad ik gewat, klem ik op graden, ben ik in honger, ochten in zaden, dat ik u minne genoeg voldade. Bene mori. Ach, of ik nu door het diepe waad, of hoog klim, of ik hongerig ben, of verzadigd, als ik jou minne maar voldoening geef en goed mag sterven.